Ja, dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij alweer een gloednieuwe video. Jullie hebben mij een tijdje niet meer op de buis gezien, een tijdje niet meer op YouTube natuurlijk. Vandaag voetbalpraatjes nummer 12, maar waar ik het eerst met jullie over wil hebben, is natuurlijk wat er vorig jaar allemaal gebeurd is, weet je. Ik ben heel veel keer geblokt, ik heb alle blokkades gehad, UEFA, Champions League, Veronica, Eredivisie en alle buitenlandse shit die je maar kan hebben. En daar ben ik allemaal doorheen gekomen en nu ben ik weer back op dit account, dus vergeet zeker niet te abonneren, we zitten op 1419. En als ik zie wat de afgelopen tijd, dat ik misschien wel meer dan 800 subs in een maand tijd heb gepakt, dan denk ik, wat had het in een jaar kunnen zijn? Maar dat is allemaal achteraf, dat is jammer dat het allemaal zo gelopen is en dat er allemaal zo streng is gekeken op mij. Misschien omdat ik veel populariteit heb, wie weet, ja, het kan. Maar ja, dat is gewoon het punt waar ik het over wil hebben en ook gewoon de leuke dingen. Er zijn natuurlijk allemaal dingen gebeurd en ja, dat wil ik allemaal vergeten, want die blokkades, weet je, het is allemaal lastig. En nieuwjaar, kerst en weet je, dat zat er allemaal tussen en dan had je ook niks en de video's die kwamen maar niet. Maar ja, jullie weten dat het ook gewoon echt lastig is natuurlijk om tijdens school ook gewoon even snel een video te uploaden. Daarom ben ik blij dat ik nu even een video kan uploaden en dat moet ook zeker gaan gebeuren. En daarom gaan jullie vandaag lekker een voetbalpraatje zien. En de transfergeruchten natuurlijk, geconfirmed transfers en transfers die nu zijn gedeeld en die afgesloten zijn. En de spelers die getekend hebben bij hun nieuwe club, jongens. Ik zeg, zeker kijken, zeker abonneren. En vergeet één ding niet, ik blijf er altijd bij, voor jullie. Niet voor mezelf, maar voor jullie. Jullie zijn mijn steun. Als ik jullie niet had, kon ik ook niet door met YouTube, denk ik. Maar 1420 abonnees, het is een heel klein begin. We zitten misschien nog op de bodem, net iets boven de bodem. Maar we moeten echt naar die 10k subs binnen een half jaar. Dat zijn mijn eisen natuurlijk. Ik weet niet of het lukt, maar 3-4k minimaal dit halve jaar. Want we moeten echt gaan blokken, jongens. Echt, ook met school, maar zeker dit, jongens. En ik hoop natuurlijk dat jullie gaan genieten van de video. Als je dat nog niet gedaan hebt, natuurlijk. Want jullie weten nu al genoeg, denk ik, over deze video. Maar zeker even een duimpje achter laten abonneren. En natuurlijk op het belletje drukken, want er komen weer livestreams aan. Volgende week is er weer het begin van een nieuwe livestream. En dan ben ik er weer natuurlijk. En dan komen er weer video's door de week. Door de weeks. En dan heb ik geen SE-week meer. Dus het is allemaal nu hoe dit jaar was, jongens. Er komt ook nog, ik ga vandaag denk ik nog een video opnemen van hoe mijn jaar was. Mijn terugblik op 2018 en wat er allemaal gebeurd is. In ieder geval dat natuurlijk. En ja, natuurlijk hoop ik dat jullie gaan genieten van deze video, jongens. Laat er vast een blauw duimpje omhoog achter. En ik zeg, geniet van de video. Let's go! Voetbalpraatje nummer 1, jongens. Ja, ja, voetbalpraatje nummer 1, jongens, gaat over Richetli Bazour. Richetli Bazour, die natuurlijk echt, ja, een bizar groot jeugdtalent was bij Ajax. De Ajax jeugd doorliep, of de PSV. Hij begon bij USV Elinkwijk in 2006 tot de B-jeugd van PSV. Hij werd daar jeugd international, City zat achter hem aan, Ajax zat achter hem aan. En in 2012 koos hij toch voor Ajax. Uiteindelijk is hij in 2012 gecontracteerd door Ajax. Is natuurlijk gedebuteerd. En ja, weet je, er zijn allemaal achter de rug omgehandeld door Ajax bij PSV dan. En 14 december 2016 ging hij voor 12 miljoen weg naar VfL Wolfsburg. En ja, het is een beetje slecht afgelopen natuurlijk. Kijk maar naar Tete, kijk maar naar Riederwald. Alleen Tete zit wel in het nationale elftal van Nederland natuurlijk. Ons oranje. En Riederwald niet en Bazour ook niet. Misschien nu, hij is 22 jaar, dat kan heel veel. Met een optie tot koop. Dus ze lenen hem nu. En ja, wie weet hè. Wie weet wat er gaat gebeuren, jongens. En dan gaan we naar voetbalpraatje nummer 2. Voetbalpraatje nummer 2, jongens, is natuurlijk David Neres. Wat zal er gebeuren met David Neres? Hij heeft een leuk salarisbod gekregen en een transferbod van misschien tussen de 30 en de 40 miljoen, of 33 miljoen. Houdt Ajax eraan over, want er is 40 miljoen geboden. Er moet nog ontslagclausule af, dus 7 miljoen gaat er naar São Paulo. Guangzhou Evergrande hebben een bod uitgebracht van 40 miljoen. Zou dit een goede deal zijn voor Ajax? Zouden ze denken, ah, 30 miljoen, wegwezen met die man. Laat het in de comments hier beneden achter, jongens. En ja, jongens, vonden jullie dit een leuke video? Laat dan zeker even een blauw duimpje achter. Vergeet niet te abonneren, vergeet niet te subscriben, want ik ben nu weer actief. We gaan dit jaar echt vol strijden. Hier rechtsbovenin kan je abonneren. Hier linksbovenin kan je de laatste video checken. Dus doe dat ook zeker. En voor deze keer zeg ik ciao, amigos. Later en tot de volgende video. I'm out. Peace.